Welkom allemaal, fijn dat jullie weer kijken. Vandaag weer een nieuwe reading. Dus even kijken wat er in het collectief gaande is. Ik voel heel veel onrust. Het kan goed zijn dat dat te maken heeft met het feit dat er heel veel veranderingen zijn. Heel veel onrust met betrekking tot mensen die in een karmische relatie zitten. Of in een connectie zitten waarvan ze weten dat ze eruit moeten stappen. Dat ze daar balans in willen vinden om ja, die balans van het materiële achter zich te laten. En dan gaan voor meer waar het om gaat. Namelijk je tribe, je familie, je vrienden. Dus meer de liefde. Dus die transformatie van 3D. Ja, die shift naar 5D, die wordt gewoon duidelijker. En er is een hoop onrust, deze hoop angst. Fluctuatie van energieën. Omdat we iedere keer door die vele twijfel tussen de 3 en de 5D aan het shiften zijn. Aan het schommelen. En daardoor is ook de energie die er is heel erg ja, wisselend, wispelturig moet ik zeggen. Ook kan het goed zijn dat als jij wel jezelf goed aardt en dat je goed voor jezelf zorgt en naar binnen gaat, de tijd rust neemt, dat de energieën van mensen om je heen jou heel erg uit jouw comfortzone trekken of uit jouw energie trekken. Dus dat je bijvoorbeeld merkt dat je energievreters om je heen hebt. Of dat mensen je triggeren. Of dat mensen jou juist heel veel van je willen of vragen. Waardoor je dus heel duidelijk je grenzen moet stellen. Dus je bent eigenlijk constant die balans aan het vinden. Balans tussen 3 en 5D. Balans tussen jezelf, hè, je eigen waarde, je eigen energie bewaren, bewaken. Maar ook goed willen doen naar de ander zonder jezelf daarin te verliezen. En sommigen die verliezen zich daar toch in, die lopen daar bleeg. Vraag dan ook dan die bescherming aan van Spirit. Of als je weet hoe je je energie moet afschermen, doe dat dan. Ja, dat is voornamelijk wat ik doorkrijg. Wat ik ook als een rode draad door de readingen heen zie. Ook bij collega-readers. Dus probeer vooral over je energie te waken. Je wordt beschermd, maar het kan nooit kwaad om die bescherming extra aan te vragen. Je kan jezelf ook beschermen door je energie af te schermen, het boze oog te plaatsen, dat soort zaken allemaal. Dat is even waar ik mee wilde beginnen. Ik wil jullie voor de rest ook heel erg bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele nieuwe abonnees, de aanvragen voor privé-readingen. Maar ook de vele complimenten die ik krijg, dat ik anderen inspireer, dat ik mensen help. Soms eigenlijk dat ik er niet eens meer stilsta door gewoon readingen te doen en daardoor mensen over de streep trek om ook een eigen kanaal te beginnen of om voor zichzelf op te komen of dat ze eindelijk de stappen hebben gezet richting een nieuwe carrière. Of weggaan uit een relatie die niet meer diende. Dat soort zaken allemaal. Ik wil jullie daar heel erg bedanken voor al die openhartige, liefdevolle, warme berichten die mij benaderen. Ja, dat is gewoon onbeschrijfelijk. Dat is goud waard. Daar kan geen tarief of bedrag tegen op. Dank je wel. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Kan zijn dat het niet resoneert. Dan is dit bericht niet voor jou. Maar als je naar dit kanaal wordt geleid, dan is er wel een bericht op dit kanaal die voor jou bestemd is. Dus kijk dan
Vooral naar je sterrenbeeld reading bijvoorbeeld, naar je maan, je Venus, je ascendant. Wellicht dat wat beter resoneert. Ook helpt het als je je abonneert, want dan zit jouw energie in het kanaal. Dus ik wil met een collectieve reading beginnen. Wat mag ik gebruiken, spirits en guides? Nee, deze niet. Ik mag spelkasten gaan gebruiken. Oké, het is de eerste keer dat ik hem na het reinigen gebruik. En de Universal Tarot, dat is ook al even geleden. Gaan we doen. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat, dat je gezond mag zijn en gelukkig. Ik krijg ook door dat ik deze moet gebruiken, dus dat gaan we ook doen. Nou, even shuffelen. Ik kan geen drie dingen op tegelijk. Ja, dus mensen, probeer goed op je energie te letten. Goed op je voeding te letten. Tijdelijk ook wat meer rust nemen. Veel water te drinken. Focus op het hier en nu. Of je goed aarden. Door grondingsmeditaties of door veel te wandelen. Bepaalde dieren kunnen je ook heel goed aarden, zoals katten bijvoorbeeld. Ja, kijk maar, kristallen helpen je het reinigen, veelvuldig reinigen van je energie. Dat kan allemaal ertoe bijdragen. Dit ook, het shuffelt voor geen meter. Dat is echt die verstrooidheid die, hè, ik heb het erover, kijk, onderaan het dek. Er moet meer balans komen. Dus ja, heel veel verdeeldheid, onrust, angsten, opgejaagdheid. We gaan toch beginnen. En deze ook even neerzetten. Zo. Hoppatee. Nou. Angels, archangels, spirit guides en sisters. Wat mogen wij weten voor het collectief? Nou, oké. Nog één keer shuffelen en dan intuïtief. Zo, even hier neer. Eens even kijken of we mooie kaarten we hebben. Transformatie. Ja, die verandering. Het evenwicht vinden. De energie. De energieën mogen veranderen. Energieshift. Zodat je je balans kunt vinden. Hè, weer terug. Je energie behouden en niet constant leeglopen op de dingen. Zo, zo staat hij wat beter. En fertiliteit. Vruchtbaarheid. Even kijken wat ik daarbij krijg. Nieuwe ideeën, nieuwe creaties en voor een groot aantal van jullie een nieuwe baan krijg ik door. Zo. Dat is beter. Nou, deze twee bleven liggen. Nou, waar heb ik het nu de hele tijd over, hè? Dus die balans vinden en de boel, ja, de toren. Dus van de ene emotie naar de andere. Constant je evenwicht verliezen.
omdat er mensen heel veel een beroep op je doen of omdat je energie snel wegvloeit. En aan de andere kant, je probeert constant, net als deze engel, met die wekers probeer je balans te behouden. Nou, ik laat deze gewoon liggen, want dat is gewoon de kern van de zaak. Wat mogen wij nog meer weten, spirits en guides, over deze energie die er op dit moment collectief heerst? Hier zitten de kaarten in. Nou, eens even kijken. Wat hebben we hier? De wereldkaart. De drie van staven. De zeven van bekers. De zes van zwaarden. En de koning van munten. De ridder van munten. De vier van staven. De fool, de dwaas en de hierophant. Met de wereldkaart krijg ik door dat deze shift eigenlijk over de hele wereld voelbaar is. En dat is even een cyclus waar we door moeten met z'n allen. De ene die kan dat makkelijker dan de ander. Er moet meer licht komen, waardoor je dus meer en meer in balans in die energie bent. Maar vooral de mensen die onwetend zijn, die hebben heel erg last van angsten, van opgejaagdheid. Zij probeert ook met die twee batons de boel in evenwicht te houden. Dus het is all over the place, heel de wereld voelbaar. Met de drie van staven krijg ik door van ja, je bent op de uitkijk. Sommige mensen die zitten ook richting paranoia. Die weten eigenlijk niet goed van wie of wie ze nog kunnen vertrouwen. Willen constant maar zichzelf beschermen. Omdat ze denken dat alles en iedereen tegen hen is. He, die onrust, die verdeeldheid zie je met die zeven van bekers. Gewoon niet weten wat je moet. Alles tegelijk. Dat gevoel heb je dat alles tegelijk komt. Het liefst willen mensen daar dan door die onrust en die angst willen ze daarvoor wegvluchten. Maar het is eigenlijk zaak om de boel in evenwicht te houden met de koning van munten. En als we worden op de proef gesteld, als wij dat niet kunnen door middel van onze energie te behouden, hè, hoe we dat dan ook doen, dan zijn er natuurlijk ook mensen die niet weten hoe ze dat moeten doen. Die moeten wij dan gaan steunen. Daar heb ik het net over gehad, ook in het beginverhaal. Het geld loslaten en meer elkaar gaan steunen, familieleden, vrienden. Elkaar helpen om die balans te vinden. Hè? Dat liefde veel belangrijker is dan geld. Dus hè, die shift van de 3D naar de 5D. Waar het echt om draait. Dus daar waar kan een geste aanbieden, een luisterend oor aanbieden, suggesties doen hoe je energie dus kunt bewaren, jezelf energetisch reinigen en ook vertellen hoe de ander dat moet doen.
meditaties aanbieden of gezamenlijk doen. En zo proberen om die balans terug te krijgen. Allereerst altijd net als dat je ook in het in een vliegtuig ziet, hè, je krijgt altijd die instructie voor dat je opstijgt over die maskers, die mondmaskers voor zuurstof. Altijd eerst bij jezelf opzetten en dan bij de rest van de familie, hè, de kinderen enzovoort. Probeer dus als je anderen graag dat evenwicht, die balans wil geven, hè, want je wilt graag de ander helpen, probeer dan eerst aan jezelf te denken. Jij moet ook proberen jouw energie af te sluiten of daarna cleansen, zodat ook jij in balans blijft. Maar ga ook vooral anderen helpen en ondersteunen die het zo hard nodig hebben. Ja, sommige mensen gaan hele dwaze sprongen maken. Het kan ook goed zijn dat mensen gewoon even helemaal niet meer weten van het hoe of wat. Echt als een kip zonder kop rondrennen. Ik zie hier die hond ook die deze jonge man of vrouw, ik weet niet wat het is, wil tegenhouden om van die klif af te springen. Dus heel veel door die emoties, hè, kat maakt rare sprongen, dacht ik dat de uitdrukking was. Hè, of nee, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dus ook mensen die zonder nadenken, maar in de volle paniek gekke dingen gaan roepen of doen. Onrust zag ik bijvoorbeeld gisteren ook bij mijn katten. Die werden ineens van niks, werden ze ineens heel erg woest op elkaar. Het is gewoon even de energie. Energie gewoon lekker blijven reinigen en goed blijven aarden. Ja, en dan gewoon vasthouden aan jezelf. Vertrouwen in spirit hebben, want die proberen ons ook allemaal te helpen. Zeker als je om hulp vraagt. Vertrouwen hebben in jezelf, dat je het kunt. Vertrouwen in je geloof als je dat hebt. Vertrouwen in de medemens, maar ook natuurlijk wat ik al zei, help als coach of als begeleider of als psycholoog of op hoe je dan ook mensen helpt. Probeer ze te helpen, zeker als ze zo in nood zitten, zoals de dwaaskaart, hè, om ze toch weer terug in die balans te krijgen, want daar is heel veel nood aan. Dat is eigenlijk de rode draad. Ja, ik begon er al over en je ziet het ook in de kaarten terug. Dus probeer daar waar kan mensen te helpen, maar niet ten koste van jezelf. Probeer dus eerst jezelf goed te beschermen, te aarden. En als het echt niet gaat, dan je afsluiten en bepaalde mensen loslaten. Maar er is heel veel onrust. En daar mogen wij zeker als lichtwerkers, als readers, als coaches, als begeleiders, als healers, mogen we daar onze krachten bundelen om de mensen terug in evenwicht te gaan helpen. Omdat de een na de ander een torenmoment ervaart, die onrust, die ontzettend fluctuerende energie, dat is een beetje een aan het shiften, maar het gaat goed komen. Dankjewel voor het kijken, succes ermee, tot de volgende keer, veel liefde en licht, namaste.